Het grotendeels fabrieksmatig vervaardigen van woningen blijft tot op heden beperkt tot individuele woningen. Op kleine schaal dus. De realisatie van zowel grondgebonden als gestapelde woningbouw heeft een verandering doorgemaakt. De ambachtelijke vervaardiging is deels vervangen door bijvoorbeeld gietbouw of montage van halfproducten. Maar het is zeker nog niet ideaal. De bouw wordt nog steeds gekenmerkt door een aantal factoren dat het imago in negatieve zin beïnvloedt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de hoge bouwkosten. Mede als gevolg van een grote diversiteit aan disciplines is er nog steeds sprake van hoge faalkosten. En ook het steeds opstarten van nieuwe productielocaties, de vele ambachtelijke handelingen en de weersomstandigheden zijn debet aan de hoge bouwkosten. En zeker ook aan de kwaliteit. Relatief veel opleverpunten zijn het gevolg. Mede veroorzaakt door gebrek aan vakbekwame en betrokken vaklieden. Het kan dus beter. Dat was het adagium voor Ballast Nedam Bouw en Ontwikkeling. Maar op welke manier kan op substantiële wijze verbetering gebracht worden in de genoemde beperkingen? Ballast Nedam heeft het antwoord. En wel middels het IQ-concept. Hiernaast vinden belangrijke gesprekken plaats over het verplaatsen van de werkzaamheden van de bouwplaats naar de fabriek. Er wordt gezocht naar oplossingen om de werkzaamheden op de bouwplaats tot het minimum te beperken. Nou, volgens mij gaat het wel lukken. Innovatie is juist in deze tijd erg belangrijk. Vooral als het gaat om duurzaamheid. Ik sta hier met Wim Kleingeld, hoofd Research and Development van Ballast Nedam. Wim, in hoeverre is duurzaamheid doorgevoerd in het IQ-concept? Het IQ-concept is natuurlijk vanwege het snelle uitvoeringsproces al duurzaam. De mensen die eraan mogen werken, die werken in geconditioneerde omstandigheden. En dat is ook een duurzaam aspect. Maar we gebruiken ook warmte-koude opslag, WKO. Dat betekent dat we de relatieve warmte uit de aarde in de winter gebruiken om de woning warm te maken. En in de zomer draaien we het proces om. Dan wordt de koude van de aarde gebruikt om de woning koeler te maken. Het IQ-concept leent zich voor zowel grondgebonden woningen als gestapelde projecten. De architect behoudt maximale ontwerpvrijheid bij de gevelbeelden en bij de woningindeling. En er is ook alle ruimte voor specifieke bewonerswensen. Zelfs woningaanpassing in de loop van de jaren, als gevolg van veranderingen in de gezinssamenstelling, werken aan huis en zelfs het levensloopbestendig maken van de woning, is eenvoudig. En dat allemaal met traditionele, bij de bewoners bekende materialen. Door specialisten wordt een uiterst maatvaste stalen mal vervaardigd. De constructie is zodanig ontwikkeld dat langdurig dagelijks storten in de betonfabriek gewaarborgd is, zonder dat dit afbreuk doet aan kwaliteit of maatvastheid. We zijn in de fabriek van Hoco in Weert, één van de bedrijfsonderdelen van Ballast Nedam. Het storten van het volgende element wordt voorbereid. De wapening wordt aangebracht en tevens een gedeelte van de installatie, zoals leidingwerk voor WKO en elektra. Na het sluiten van de bekisting wordt de dag afgesloten met het storten van het element. Zelfverdichtende beton wordt in de bekisting gepompt. Na het ontkisten leidt dit tot een vrij stuk betonwerk dat voldoet aan alle kwaliteitseisen. De afbouw van de elementen is nu in volle gang. Het zijn werkzaamheden die in plaats van op de bouwplaats nu in een geconditioneerde omgeving plaatsvinden. Geen nieuwe technieken, maar toch beproefde uitvoeringsmethodes. De voordelen spreken voor zich. Minder werk op de bouwplaats betekent ook minder afhankelijk van weersomstandigheden die de bouw normaal vertragen. Door het aanleveren van kant-en-klare bouwelementen op locatie verloopt het proces met een hogere snelheid en is er een betere kwaliteit te waarborgen. De elementen zijn klaar. Nu worden ze naar de locatie gebracht voor de laatste fase, de montage. De elementen zijn zodanig ontworpen dat het vervoer niet als uitzonderlijk wordt beschouwd en het op de reguliere wijze kan gebeuren.
De elementen worden nu gesteld. De voordelen van een fabrieksmatig vervaardigde woning worden nu zichtbaar. Ik ga even een kijkje nemen. Het stellen van de elementen is dusdanig eenvoudig dat er per dag 3 tot 8 woningen kunnen worden geplaatst. Nu wordt begonnen met de laatste afbouwhandelingen. Aan de binnenzijde van de woningen bestaat dit slechts uit de afwerking van wanden en het onderling koppelen van de installaties. Deze activiteiten kunnen ongestoord en weersonafhankelijk uitgevoerd worden. De werkzaamheden aan de buitenzijde blijven beperkt tot het aanbrengen van een plat- of schuindakconstructie. Het buitenmetselwerk kan naar keuze in de fabriek of op de bouwplaats aangebracht worden. Al 6 weken na het plaatsen van de elementen kan de woning overgedragen worden aan de bewoner. Hi Wim, het is mooi geworden hè? Ja, het ziet er schitterend uit. Daar ben ik ook heel erg blij mee. Kan je de voordelen van de IQ-woning nog eens voorbereid zetten? We beginnen natuurlijk bij de fabricage van de onderdelen. Die gebeuren onder ideale omstandigheden, dus de kwaliteit is daardoor zeer hoog. En het is voor de mensen die het moeten maken ook heel fijn om gewoon lekker binnen te werken. Daardoor is er ook aanmerkelijk minder afval. Er is ook veel minder beweging op de weg, omdat alles naar één plek gaat. Het is onderhoudsarm, het is duurzaam en het heeft een hele hoge kwaliteit. Vervolgens is het geschikt voor herstructurering, dat wil zeggen in binnenstedelijke gebieden. Met smalle straatjes, daar kan je makkelijk met die dingen bij komen. En vervolgens gewoon in de wijk, zoals hier, nieuwbouw, prachtige uitleggebieden. Met de IQ-woning is er dus de juiste balans gevonden tussen kosten, rendement, kwaliteit en wooncomfort.